Naar de huisarts voor financiële hulp. Meepraten over de toekomst van zetten. En lintjes voor bijzondere daden van kinderen. We leven momenteel in dure tijden. De inflatie is hoog, dus veel prijzen stijgen de pan uit, waardoor ook veel mensen in financiële problemen raken. Uit recent onderzoek van het NIBUD, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, blijkt dat de helft van de mensen met financiële problemen geen hulp zoekt. Daar wil een huisarts uit Nijmegen nu verandering in brengen. Iris Venderbos en haar collega zien dat er steeds meer mensen zijn met financiële problemen. En daar willen ze iets aan doen. Ze hebben daarom een overzicht gemaakt van financiële hulp die mogelijk is in Nijmegen. Ja, ik werk dus nu als huisarts in Nijmegen-Dukenburg. Dat is een hele dynamische wijk. Maar het is ook een wijk waarbij we mensen zien die toch wat meer uitdagingen hebben in het leven. En vaak ook wat meer financiële problemen. Ik denk meer dan ik in eerdere andere praktijken gezien heb. Dus we zien mensen die komen met het probleem van ik kan de rekening niet betalen. Maar ook verpakt in andere klachten. En dat je dan met ze gaat praten en daar dieper op ingaat. Dat je er dan achter komt dat er toch ook wel veel financiële zorgen zijn. En kun je een voorbeeld geven van dat soort klachten? Ja, dat kan zich op heel veel verschillende manieren uiten. Want geldzorgen kan zich op, ja, daar kan je heel veel klachten van krijgen. Wat we zien zijn mensen die in eerste instantie komen met bijvoorbeeld hoofdpijn, nekpijn, echt spierspanningsklachten. Omdat ze echt gewoon van al die zorgen echt een olifant op hun schouders dragen. Als je daar dan over gaat praten van, goh, speelt er meer? Hè? Zou er iets meer aan de hand kunnen zijn? Dan komt het dan ineens op tafel van, ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik de rekening deze maand moet betalen. En zie jij ook een toename van dat soort klachten de afgelopen maanden? We zien een lichte toename, maar waar onze zorg zit, is dat we eigenlijk een grotere toename zouden moeten zien dan we zien. En we denken dat dat komt omdat heel veel mensen geen hulp zoeken. Dat er toch veel schaamte om het onderwerp zit. En NIBUD heeft ook recent nieuwe cijfers gepubliceerd, waaruit blijkt dat meer dan de helft van de mensen die financiële problemen heeft, geen hulp zoekt. Ik hoop met deze lijst te bereiken dat veel meer zorgverleners in Nijmegen, niet alleen huisartsen, maar ook psychologen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, op de hoogte zijn van de goede dingen die er te bieden, ja, die er zijn voor de mensen in de wijk, zeg maar, de initiatieven die er zijn voor mensen die financiële problemen hebben. En ik hoop eigenlijk dat er heel veel mensen dit zien en dat ze denken, ik ga hulp zoeken en die hulp is er en dat we ze kunnen helpen bij de financiële problemen die op dit moment spelen. Nou, mocht er iemand kijken die zelf financiële problemen heeft, ik kan me voorstellen dat het schaamtevol voelt, maar er hoeft geen schaamte te zijn hierbij. Trek aan de bel, ga naar je huisarts toe en vertel, ik heb moeite om rond te komen en je huisarts kan je verder helpen. Inwoners van Zetten mogen meepraten over de toekomst van het dorp. Hiervoor vond donderdag een informatieavond plaats op het Hendrik Pierson College onder de naam Zetten aan Zet. Zo'n 180 belangstellenden kregen informatie vanuit een verbindingsgroep Zicht op Zetten over diverse onderwerpen. Die onderwerpen waren werken en wonen, het dorpshart, voorzieningscentrum De Wanmolen en winkeliersvereniging Lieset. We hebben wel een leidraad, maar daar hoeven wij niet heel erg nauw aan vast te houden. Want wij willen juist in combinatie met alle betrokkenen, en dat zijn alle zettenaren, naar een toekomstbestendig zetten. We hebben iedereen nodig. Globaal gezien zijn dit de belangrijkste onderwerpen. Het dorpshart van Zetten moet groener, aantrekkelijker en beter bereikbaar worden. Een belangrijk onderdeel hiervan is het Julianaplein. Hier zou meer ruimte moeten komen om te verblijven. Ook het verderop gelegen Zwijzerpark moet aantrekkelijker worden. Dit zal deels samenhangen met de nieuwbouwplannen van De Wanmolen. Het voorzieningscentrum, met momenteel onder meer een woningbaan, bibliotheek en sporthal, moet tegen de vlakte en herbouwd worden. Uiteindelijk moet De Wanmolen een ontmoetingscentrum worden dat langer open is en veel biedt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan sport, muziek, terrassen en kleinschalige woningbouw. Iedereen weet natuurlijk dat woningbouw echt top of mind is. We hebben als gemeente Overbetuwe ook drie dorpen in onze gemeente aangewezen. Dat zijn Zetten, Heteren en Elst. Nou ja, laten we de eerste stap gaan zetten. Nou ja, de woningen zijn hier ook een groot hangijzer. Omdat we dus heel veel mensen dus vanuit buiten Zetten, die dus hier willen gaan wonen,
wat in de grote stad bijna niet meer mogelijk is. De grote stad is zover dat er dus mensen 20 jaar moeten wachten. En misschien dat die hier straks wel aan de bak kunnen komen. Wij wonen al 2 à 3 jaar in Zetten nu. Dus wij dachten van nou, het is wel belangrijk om te kijken, ook voor onze kinderen later, waar het dorp dan heen gaat en wat de ideeën en plannen zijn. Maar uiteindelijk gaat het vooral om het totaalplaatje in het dorp. Hierin hebben ook de winkeliers een groot aandeel. De jarenoude winkeliersvereniging WeZet gaat verdwijnen. Jezelf als ondernemer hierbij aansluiten was namelijk vrijwillig, waardoor niet-deelnemers ook meeleefden op het succes van WeZet. Hiervoor in de plaats komt nu de BIS, een bedrijfsinvesteringszone. Soortgelijk aan de WeZet, maar voor alle ondernemers verplicht om bij aan te sluiten. Hiermee worden de lasten verlicht en is de ambitie om economisch vitaal te worden. Ja, dan zie je de kracht van Zetten en dan zie je ook dat er breder gekeken wordt dan alleen woningbouw. Want waar woningen gebouwd worden, moeten ook banen bijkomen. Nou, en als je dat met zo'n prachtig mooi centrum gaat realiseren, ja, dat is de kracht van Zetten. En dit is precies de visie die men vanavond wil uitdragen. Zetten, levendig, verbonden en duurzaam. En dat is voor de toekomst? Dat is zeker voor de toekomst. En ik hoop ook dat alles in een versneld tempo dus zou kunnen worden gerealiseerd. Dat u uiteindelijk ook als hangouderen ook op het bankje terecht zou mogen komen. Precies, precies. Met die jongen op het vier seizoenen bankje. Okay. Leerlingen die slechthorend zijn of te maken hebben met een taalontwikkelingsstoornis worden steeds vaker op een reguliere middelbare school geplaatst. Niet vanwege de bezuinigingen, maar omdat er vaak al een begeleider op school aanwezig is. Bij speciaalschool Cantalis de Marwind in Nijmegen werden de klassen zo klein dat de school sinds deze zomer is gestopt. De leerlingen die daar zaten zijn inmiddels bij een reguliere school ondergebracht. De 16-jarige Afsana krijgt vandaag praktijkles in schoonmaken. Wat zijn nou eigenlijk de voordelen van het stofwissen? Want hoe zou je anders een vloer kunnen maken, schoonmaken? Afsana, weet je dat? Deze moet het wel. Afsana zat tot de zomervakantie nog op het Cantalis de Marwind. Haar klas werd zo klein dat ze inmiddels ook gestationeerd is bij een reguliere middelbare school. Namelijk het Pro-college. En dat gaat? Goed. Afsana ging naar het Cantalis omdat zij een taalontwikkelingsstoornis heeft. Hoe oud was jij toen je erachter kwam dat je een taalontwikkelingsstoornis hebt? Ik denk 11, eigenlijk vanaf 8 al. En waaraan merkte je dat dan? Ik merkte het niet echt, maar de docenten wel. Een taalontwikkelingsstoornis is een stoornis waarbij taal door de hersenen minder goed verwerkt wordt. Sommige leerlingen komen wat moeilijker uit hun woorden. Leerlingen hebben meer tijd nodig om taal te verwerken. Afsana wordt begeleid door Roy, die tot voor kort ook bij Cantalis werkte. Wat wij doen bij leerlingen is wij houden individuele gesprekken met die leerlingen. Daarin stellen we samen doelen op. Een doel is bijvoorbeeld om hulp te durven vragen in de les. Als ze de uitleg van de docent niet goed begrijpen, dat ze durven vragen om verheldering. Mm-hmm. Vervolgens gaat die leerling dat zelf in de klas toepassen. Dan komen wij kijken hoe dat gaat. Houden we nabesprekingen, ook met de docent erbij. En zo helpen wij de leerling. Wat doe je dan als docenten sneller praten? Ja, dan wacht ik nog even. Dan kijk ik of ik het heb begrepen. En zo niet, dan vraag ik het. Fleur is een van de docenten van Afsana. Voor haar was het geen probleem dat ze naast de reguliere leerlingen van het Pro-college sinds een paar maanden ook leerlingen van het Cantalis in de klas heeft. En dat is voor ons even wennen. Dat is natuurlijk een beetje nieuw, maar heeft ook wel veel raakvlakken. Leerlingen die moeite hebben met taal of een taalachterstand hebben, vinden het vaak fijn als communicatie helder is, als het duidelijk is. Nou, dat vinden eigenlijk alle leerlingen vaak fijn. Wij proberen dus ook in onze communicatie naar leerlingen toe, bijvoorbeeld bij instructie, maar ook bij begeleiding, zo duidelijk en helder mogelijk te communiceren. Hoe doen jullie dat dan? Door heel veel gebaren te gebruiken, door dingen te verduidelijken. Als ik bijvoorbeeld instructie geef, dan maak ik heel duidelijk van, goh, we gaan als eerste gaan we dit doen, en daarna dat, en dan dat. En ben je klaar? Dan is dat actie 4. Deden jullie dat daarvoor minder dan? We waren hier wel mee bezig, maar we worden er steeds meer bewust van. Hoewel Afsana het erg naar haar zin heeft op haar nieuwe school, miste haar oude klas wel een beetje. Wat was jouw reactie toen je te horen kreeg dat je naar het Pro-college zou gaan? Ik was wel een beetje blij en
voelde ook wel een beetje raar. Want ik was in het derde was ik wel te meer gewend. Door Marvin met de klas en nu moet ik weer helemaal gaan wennen. Jasper Sillissen reageert op uitsluiting van het WK. Maroon 5 komt in de zomer naar Nijmegen. En Wiegen heeft een nieuwe burgemeester. Kijk mee naar de week van dag tot dag. NEC-doelman Jasper Sillissen is niet geselecteerd om mee te gaan naar het WK in Qatar. De Groesbeker was hier, zacht gezegd, niet over te spreken. Maandag kwam hij met een reactie. Nou ja, goed, prettig is anders. Alleen, ja, goed, het is wat het is en ik ga het niet meer veranderen op dit moment. De Amerikaanse band Maroon 5 staat op zondag 25 juni 2023 in het Nijmeegse Goffert Park. De band is onder meer bekend van de hits This Love, Move Like Jagger en Payphone. De show in het Goffert Park is onderdeel van een reeks nieuwe aangekondigde concerten in het Verenigd Koninkrijk en Europa. De kaartverkoop start aanstaande vrijdag om 10 uur via Ticketmaster. Ja, de naam was al even bekend, maar vandaag was dan de officiële presentatie van de nieuwe technische directeur van NEC. Carlos Albers is de nieuwe opvolger van Ted van Leeuwen. Albers was al eerder technisch directeur bij NEC en komt dus weer terug op zijn oude nest. En Karsten Rus is de winnaar geworden van de National Geographic fotowedstrijd. Hij deed mee onder de categorie dieren en heeft met zijn foto van een meeuw de publieksprijs gewonnen. Een vrijdagmiddag is Renske Helmer Engelenbert officieel geïnstalleerd als burgemeester van Wiegen. Ze volgt hiermee Marijke van Beek op, die afgelopen woensdag afscheid nam. De Wiegense Raad is ervan overtuigd dat Renske Helmer de beste burgemeester voor Wiegen is. De Raad ziet haar als een prettig, warm persoon. Iemand die de politiek dichter bij de inwoners kan brengen en de inwoners dichter bij de politiek. Volgende week woensdag is er op RN7 een uitgebreid interview te zien met zowel Van Beek als Helmer Engelenbert. Bewoners ten noorden van cultureel centrum Den Bogert in Druten zijn tegen het plan voor een parkeerhuis. De 11 meter hoge parkeergarage zou op de huidige parkeerplaats van Den Bogert moeten komen, grenzend aan een aantal huizen. Bewoners zijn dan ook bang dat er straks amper nog daglicht in hun tuinen komt. Het parkeerhuis staat in het plan dat ontwikkelaar De Klokgroep heeft gemaakt voor de nieuwe wijk De Portier. De wijk komt ten oosten van Den Bogert te liggen. Patrick en zijn buren juichen dat alleen maar toe. Het braakliggend terrein dat moet ingevuld worden en het liefst zo snel mogelijk, want het ziet er zo ook niet uit. Dus en de plannen van de wijk waren hartstikke mooi. Maar niet het plan van een parkeergarage. Om ervoor te zorgen dat de toekomstige bewoners van Portier genoeg plek hebben voor de auto en om het parkeerplekkentekort van Den Bogert op te lossen, wil De Klokgroep een groot parkeerhuis bouwen. Het grootste probleem van een parkeergarage is dat die grenzend aan onze achtertuin komt met een hoogte van 11 meter. Met daarbij dat we dus al onze zon, uitzicht, alles wordt ontnomen in één bouw. Daarnaast vindt Patrick het hypocriet dat de gemeente het heeft over een groene wijk, maar wel een parkeergarage ernaast wil zetten. En je gaat alle mensen uitnodigen om in het parkeerhuis te komen met de auto. Want we hebben parkeerplaatsen genoeg dadelijk. Ja, dus iedereen kan straks, als ze naar de theatervoorstelling willen, gewoon de auto pakken. Ja, dus iemand drie straten verderop, die denkt van, oh, ik heb toch geen parkeerprobleem, want er zijn er genoeg. We gaan maar met de auto. Ja, als mens snap ik dat, dat de direct aangrenzende bewoners daar niet blij mee zijn. Tegelijkertijd zijn veel andere omwonenden wel blij, omdat het ook een bestaand parkeerprobleem oplost. En wij moeten samen met de gemeente, is het onze taak om de belangen zorgvuldig af te wegen en uiteindelijk tot definitieve plannen te komen. Ja, bewoners komen zelf met het idee om een parkeergarage bijvoorbeeld bij station Druten te maken. Zou dat een optie zijn? Die oplossing hebben we alles integraal afgewogen in samenspraak met de gemeente. En uiteindelijk is de huidige oplossing naar voren gekomen als het beste plan. We hebben in het gesprek met de direct omwonenden wel aangegeven dat we daarover nog eens in gesprek zullen gaan met de gemeente. Een ondergrondse parkeergarage, is dat mogelijk? Is dat een optie? We maken in het plangebied een ondergrondse parkeergarage. Alleen een ondergrondse parkeergarage die de totale parkeerdruk oplost. Dat hebben we in het verleden ook onderzocht. Daar is geen ruimte voor. Aanstaande vrijdag kunnen omwonenden hun zorgen uiten bij het college van burgemeester en wethouders.
In december wordt het eerste plan door de klokgroep bij de gemeenteraad ingediend. Daarna kunnen bewoners hun kritiek erop geven. Begin volgend jaar wordt het officiële plan ingediend. De klokgroep hoopt in 2024 te kunnen starten met de bouw van de wijk en misschien wel met een parkeergarage. Burgemeester Bruls heeft woensdag vier lintjes uitgereikt aan kinderen die zich de afgelopen tijd hard hebben ingezet voor de medemens. Deze vier kinderen werden door een onafhankelijke jury gekozen en namen woensdag hun lintjes in ontvangst. Ja, het zijn weer hele bijzondere prestaties. Hè. Je moet je voorstellen, jonge kinderen, 8, 9, 10, 11 jaar. Die zijn spelen, die gaan naar school, maar daar gaan ze toch een collecte houden. Of een Oekraïens kind, wat als vluchteling hier is gekomen, daar gaan ze mee spelen. Ik bedoel, dat hoef je ook niet te doen, hè. En dat doen ze wel. En ik vind het wel heel erg bijzonder. Zo helpt de 12-jarige Haley Teunissen met de activiteitenbegeleiding in een verpleeghuis. Voor sommige ouderen is Haley het lichtpuntje in de eenzaamheid. De 12-jarige Bien van Dungen gaat geregeld langs de deuren om geld in te zamelen voor onder meer de dierenbescherming, Jantje Beton en de kinderpostzegels. De 7-jarige Iker van Meel haalt regelmatig lege flessen op om de opbrengst hiervan te doneren aan de voedselbank. Ook zet hij zich in voor de oorlog in Oekraïne nadat vluchteling Kira en haar moeder naast Iker kwamen te wonen. Hij nodigde hen uit om te komen eten en probeerde Kira te betrekken bij hun dagelijkse activiteiten, ondanks dat ze niet dezelfde taal spreken. En de 11-jarige Sil van de Kerkhof liet de afgelopen 3 jaar zijn haar groeien om te doneren aan Stichting Haarwens. Deze stichting zorgt ervoor dat kinderen die hun haar door kanker verliezen een pruik op kunnen zetten. Sil werd af en toe gepest vanwege zijn lange haar. Toch heeft hij doorgezet en uiteindelijk 35 centimeter haar gedoneerd. En heeft u misschien nog tips voor andere kinderen hoe ze zich kunnen inzetten voor de medemens? Weet je, ik vind dat fantastisch als je 8 of 9 jaar bent. Ik bedoel, ik kijk ook terug hoe ik zelf was. Dat je gewoon uit jezelf iets gaat doen, aan een collecte gaat meedoen. Of in de buurt allerlei troep gaat ophelpen. Of iemand gaat helpen in het verpleeghuis. Of met kinderen die hebben moeten vluchten, hier gaat helpen. Ik zou zeggen, doe het vooral uit jezelf. Je moet niet verplicht dingen gaan doen waar je niks mee hebt. Maar ik ben ervan overtuigd dat elk kind in principe een ander graag wil helpen. Je wilt toch ook met een ander spelen? Je wilt geen ruzie met een ander? Nou, daar begint het al mee. Tot zover het RN7 Regio Nieuws weekoverzicht. Voor het meest actuele nieuws kun je altijd terecht bij ons op de website. Maar volg ons ook even op de bekende social media kanalen via RN7 online. Maandag zijn we weer bij je terug. Graag tot dan en nog een heel fijn weekend.